Vergeet Frenkie de Jong. Vergeet Memphis Depay. Vergeet zelfs een Lionel Messi. Want de beste voetballer van de afgelopen maand is een jongen uit Almere. Die heet Chardo Palhiama. Chardo, goedemiddag. Yes, nou, goedemiddag. Zo'n aankondiging heb je denk ik nog niet vaak gehoord. Nee, wat mooi om zelf te horen in zo'n rijtje inderdaad. Ja. Maar we mogen jou wel daarmee vergelijken met een van de beste voetballers of de beste voetballers van de wereld. Want ook zij zijn e-sporter en jij bent ook e-sporter, hè? Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets anders dan wat hun doen. Want hun doen natuurlijk voetbal in het echte leven. Ik doe het dan in het virtuele leven. Ja, maar nu, maar, in deze tijden van de corona, zijn ook al die voetballers zijn overgegaan tot het e-sporten. Het elektronische voetballen, zeg maar, via de games. Ja, klopt, ja. Ik heb het wel gezien inderdaad, dat de meesten inderdaad nu overschakelen naar het game inderdaad. Dus het is leuk. Hoe ben jij hier zomaar in contact gekomen? Of hoe ben je in die voetbalwereld ingerold? Ja, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Ik heb 5 jaar bij Almere City gevoetbald. En heb toen helaas in 2017 mijn been gebroken. Toen heb ik eigenlijk de hele tijd FIFA lopen spelen. Want ja, veel meer kon ik eigenlijk niet. Dus ja, ik heb in de tussentijd ook alleen maar FIFA lopen spelen. Blijf spelen. En het ging hartstikke goed. Helaas moest ik toen vertrekken ook bij Almere. Omdat ik dus wegens die blessure niet meer kon voetballen. En toen ben ik eigenlijk volledig gaan focussen op het gamen. En dat is eigenlijk wel goed uitgepakt. Want het gaat nu alleen maar beter en beter. Ja. En ze zijn nu nummer 1 van de wereld maandelijks. Ja, maar ja goed, alleen maar veel gamen. Dat is meestal niet genoeg, hè? Dat is net als eigenlijk in de echte topsportwereld. Gewoon goed je best doen is vaak niet goed genoeg. Nee, klopt. Dat zeg ik ook tegen meerdere mensen. Je moet er inderdaad ook wel talent voor hebben. Wel een beetje raar om te zeggen over mezelf natuurlijk. Maar hard werken is sowieso ook wel belangrijk natuurlijk. Maar je moet er ook zeker weten wat talent voor hebben. Zeker weten. Ja. Nou ja, als de FIFA jou uitroept tot de beste voetballer van de maand, dan kun je gerust over jezelf zeggen dat je wel wat talent zou kunnen hebben. Ja, dat denk ik inderdaad wel, ja. Ja, want hoe is dat nou om van beste voetballer in zo'n game, zeg maar, tot beste voetballer van de maand uitgeroepen te worden? En dan zelfs ook nog door de officiële voetbalbond, de FIFA. Wat doe je dan extra? Vergeleken met de andere mensen bedoelt u? Ja, ik bedoel, wat maakt jou dan zo speciaal dat je tot beste voetballer van de maand wordt uitgeroepen? Ja, ik heb eigenlijk best wel wat tegenslagen gehad dit jaar qua gamen. Want je hebt ook gewoon zeg maar een seizoen ook met het gamen, net als gewoon met het normale voetbal. En heb ik best wel wat tegenslagen gehad en daar heb ik gewoon geprobeerd sterker te worden, vooral op mentaal gebied. En ik denk dat dat mij de afgelopen tijd zeker wel heeft geholpen. Want ik probeer altijd nu gewoon kalm te blijven, gewoon mijn kopje erbij te houden. En dat zorgt er wel voor dat ik zeker weten ook beter ga spelen in het met het gamen. Ja. Dus, dat helpt zeker weten. Is er aan te geven hoe groot die virtuele voetbalwereld is? Het aantal mensen die het spel spelen, dat is wel echt niet normaal. Er zijn wel echt miljoenen mensen die het spel spelen. Echt het professionele wereldje, dat is nog niet mega groot. Wel al groot, maar het is zeker nog opkomend, om het zo maar te zeggen. Het echte professionele wereldje, dat is nog niet mega groot, maar dat gaat alleen nog maar groter en groter worden. Ja, want ik weet dat sommige profclubs, bijvoorbeeld Ajax ook, die heeft een eigen e-afdeling, hè, een gameafdeling, en die gaat er al best goed mee. Ben je al benaderd? Nee. Zeker nog niet door Ajax. Ik speel nu namens Team Bundled. Dat is mijn management. En ik ben dit seizoen speel ik voor Vitesse. Dus dat is ook hartstikke leuk. Ik heb het hartstikke naar mijn zin nu bij Vitesse en natuurlijk bij mijn management team Bundled. Dus daar kom ik dit seizoen voor uit. Heb je dan ook echt contact met Vitesse ook uit Arnhem? Ja, zeker weten. De mensen die werken bij de e-sports gedeelte, daar heb ik gewoon heel veel contact mee. Eigenlijk wekelijks contact. Nu het seizoen eigenlijk stil ligt, wel ietsje minder natuurlijk. Dat is wel logisch. Maar ja, op het moment dat het seizoen weer verder gaat, denk ik dat we zeker weer wel wat meer contact gaan hebben. Dus dat is hartstikke leuk dat ik contact heb ook met Vitesse. Ja, en in jullie e-sportwereld gaan de wedstrijden wel door? Of ligt dat dus ook nu stil? Wordt er alleen maar getraind? Ja, dat ligt inderdaad ook stil. Want wij hadden ook in een bepaalde studio in Aalsmeer hadden wij altijd opnames. Dat kan dus helaas nu niet meer doorgaan. Dus dat is jammer. Maar online proberen we natuurlijk gewoon te trainen en weer zo goed mogelijk te worden. En hopen dat het zo snel mogelijk weer doorgaat. Ja. En dat we er dan ook weer gewoon zullen staan. Oké, wat is jouw goal? Waar wil je zeg maar heen? Is dat Ajax of toch Barcelona?
Nou, eigenlijk, Barcelona, dat heeft volgens mij niet eens een e-sport Nou. groep, volgens mij, naar nou, wat ik weet. Dus dat is wel grappig. Maar, nou ja, nee, mijn enige doel op dit moment is gewoon zo goed mogelijk worden. Dus ja, daar train ik elke dag voor. En ja, dan zien we wel wat er gaat gebeuren de aankomende Er zit jaren. nog verbetering in, eventueel. Zeker weten, altijd. Goed. Tjardo Paliyama uit Almere, beste voetballer van deze maand. Dank je wel. En we spreken jou wel weer bij jouw volgende transfer, hè? Ja, dat komt helemaal goed. Dat komt Oké. helemaal goed. Dank je wel, Tjardo.